Paarden ronden de bocht, gaan op weg naar de overkant van de baan. En alle paarden achter elkaar, waarbij de leiding stevig in handen is van paard nummer 3, Kiss & Ride. Kaboom trouwens, de stalgenoot, die wordt in het achterveld ingehouden. En het is Kiss & Ride die leidt. Aan de buitenzijde brengt Danny Brouwer heel brutaal zijn Hint Beukelswijk naar voren. Hint Beukelswijk, vroeger een paard dat je echt tot de laatste centimeter zijn koersen zuinig moest geven. Maar tegenwoordig is hij tot meer in staat. En heel brutaal komt hij aan de buitenzijde zo dadelijk tot schuin naast de koploper. Paard nummer 3, Kiss & Ride. Probeert het misschien met een verrassing. Aanval, maar Kiss & Ride, hij lijkt er niet warm of koud van te worden. En Bas Krebas is een grootmeester om die paarden op zulke banen op de juiste balans te hebben. En dus brengt Kiss & Ride ze de laatste ronde in. Aan de buitenzijde Hint Beukelswijk. En daarachter dan aan de binnenzijde paard nummer 2. En dat is Cassidy Bitt. Dan Iowa River. Ook die lijkt zich op te maken voor zijn eindsprint. En vanuit de start van het veld gaat ook Koen een klaspak naar voren. Maar het is nog altijd aan de kop van het veld Kiss & Ride. Paard nummer 3 heeft de aanval kunnen pareren. Heeft een lengte voor. Op de tweede plaats dan aan de binnenzijde Cassidy Bitt. Aan de buitenzijde is het Hint Beukelswijk die heel brutaal aan blijft vallen. En daarachter Niels Jongejans die nog wel wat over lijkt te hebben met zijn Iowa River. Maar ja, die laatste rechte lijn van Engrem is niet al te lang. En het gevaar voor de koploper, en dat ziet Niels van der Tol nu ook, ligt op zijn rug. Cassidy Bitt. En dus houdt hij hem in de vuik. Het is aan de binnenzijde nog altijd die Kiss & Ride. Maar Cassidy Bitt vindt toch zomaar passage. En kan dan de aanval inzetten. Maar het is een kanjer hoor, die Kiss & Ride. Eigenaar voor één dag pakt de poet. En het is Kiss & Ride die wint. Op de tweede plaats hebben we dan Cassidy Bitt. En derde, vermoedelijk paard nummer 1. Dat is Hint Beukelswijk. Maar nogmaals, ik sta niet helemaal recht op de finish. Maar dit is een hele belangrijke hoor. Ook voor Niels in zijn strijd om het kampioenschap. De uitslag, dames en heren, van de zesde koers is officieel. Gewonnen door paard nummer 3, Kiss & Ride. Niels van der Tol, die wint in 1:23.5. Tweede wordt de 2, Cassidy Bitt. Derde de 1, Hint Beukelswijk. Vierde de 5, Iowa River. En vijfde de 8, Handsome Guy. 3, 2, 1, 5, 8. Dat is officieel, dames en heren. Betekent dat we een vlugge ereronde gaan maken. We danken de geweldige sponsor Stal PD. En zij hebben eigenaar voor één dag gesponsord. En dat wordt maximaal uitbetaald. Want deze Kiss & Ride, die doet het. En dus kunnen we hen gaan huldigen. Mooi voor Niels natuurlijk. De man die strijdt om zijn kampioenschap met Jim Veldman. En vandaag een belangrijke stap zet. Mooi natuurlijk ook voor Stal de Gele Canaries. Tweede winnaar van vandaag. Zijn ook op weg naar een kampioenschap. Net ook nog eens klassieke winst. Peter, één vraag. Je kan toch niet zo dat geld van je mede-eigenaren weggeven? Nee. Dat gaat niet ten koste van de mede-eigenaren. Nee. Dat gaat uit eigen zak. Nou, daar is een fondsje voor, ja. Leuk dat het lukt, hè? Ja, heel leuk dat het lukt, ja. Top. Ja. Ja. Voor Niels belangrijk? Ja, volgens mij staat hij er nu 2 voor. Dus voor Niels zeker belangrijk. Voor ons allemaal belangrijk, maar voor hem helemaal. Hij ging geweldig. Ja, Niels zei het al in het voorwerk dat hij heel goed ging en dat hij rechtsom ook goed ging. Dan moet je altijd maar afwachten natuurlijk. Maar hij ging echt geweldig. Mooi. En dan komt hij aan ook, de geweldige winnaar Kiss & Ride, Niels van der Tol. En de winnende trainer Bas Krebas, die scoort die geweldige stoel van de Vrede Meubelen. Oh, er wordt hier gejuicht. Is het waarschijnlijk niet de eerste, jongens? De derde. Geweldig. Klaas de Vrede, een begrip in jouw met zijn fantastische meubelzaak. Klaas, dankjewel voor het ondersteunen van deze meeting. Niels, lekkere. Heerlijke. Ja, nee, als je zo'n paard mag rijden op het gras, is gewoon een crack op het gras. En heel erg blij mee. Het werd geen moment spannend ook, hè? Ook niet toen die tussenaanval kwam? Nee, je moest even meerijden, even wakker maken. En achteraf, ik denk, de klep niet eens hoeven trekken. Dus heeft, net als de moeder, echte macht op gras. Peter Delen zei, je staat er 2 voor nu. Ik verifieer het even bij je, klopt dat? Ja, maar we zijn nog zeker niet gewonnen. Jim krijgt goede paarden te rijden. En we gaan ons best doen om toch nog meer die overwinningen te scoren. Maar leuk toch die strijd? Heerlijk. Hoe zijn jullie onderling? Ja, goed. Altijd gewoon gezellig. Altijd, altijd even praatje maken. Goed. Maar wel winnen, hè? Zeker. En dat geldt ook voor Jim. Prachtige ereprijzen worden allemaal overhandigd. Ik heb ze vandaag meerdere malen genoemd. Maar ik heb te maken met wat verregende velletjes papier. Dus mocht ik ergens verzaken, duizendmaal excuus. Prachtige Canarisierdeken. En Peter Relis die heeft nog wat merchandising. Petjes onderweg naar de eigenaar voor één dag. Tim, hij heeft vandaag een geweldige dag. Tim Oosterbaan, hè, want hij verdient... Achter de kassa van Zieturf, maar het wordt toch zeker minimaal verdubbeld door deze eerste prijs, zijn daggeldje. Dames en heren, daar gaan ze. Kiss & Ride, Niels van der Tol, geweldige winnaars.
En de start is gevallen en de paarden zijn onderweg, waarbij nummer 2 een galop ademmaakt. En dat is Cassidy Bitt. En de leiding die wordt genomen aan de binnenzijde door paard nummer 1, Hint Beugelswijk. Hint Beugelswijk op de tweede plaats, paard nummer 3, dat is Kiss and Ride. Aan de buitenzijde probeert Cassidy Bitt weer naar voren te komen. En achter deze paarden valt er dan een klein gaatje naar Niels Jongejans, die op de vierde plaats doorkomt met zijn paard. En dat is Iowa River. Paarden gaan op weg naar de volgende bocht. En er komt met een tussensprint die nummer 2, Cassidy Bitt, toch weer de leiding overnemen. Op de tweede plaats erachter het nummer 1 van Hint Beugelswijk. En de derde plek is voor Kiss and Ride. Plek 4 dan op een lengte of 3 voor de 5, Iowa River. En dan ja, de paarden uit de tweede band, die gaan het heel lastig krijgen, denk ik. Paard nummer 7, dat is Kaboom, die volgt, wordt gevolgd door Handsome Guy. Paard nummer 8 en de 6, Koen en Klasbak. Paarden gaan op weg naar de overkant en er komt weer wisseling van de wacht. Aan de buitenzijde komt daar die Kiss and Ride naar voren om de leiding over te nemen van Cassidy Bitt. En Niels van der Tol, die is aardig wakker, brengt zijn favoriet nu naar het front en die heeft anderhalve lengte voor. Op de tweede plaats Cassidy Bitt. De derde plaats erachter is voor Hint Beugelswijk. Een paard terug in topvorm. En achter Hint Beugelswijk hebben we dan op de vierde plaats Iowa River. En aan de buitenzijde komen ze nu wat dichterbij. De paarden uit dat tweede gelid. Onder aanvoering van de geweldenaar Koen en Klasbak. Paarden komen in de rechte lijn. Niels van der Tol heeft de zaak onder controle. Maar hij heeft nog wel 2 rondes vol te houden. 7, voor de eigenaar voor 1 dag. 7. Tim heeft de leiding op de tweede plaats. Paard nummer 2. En dat is Cassidy Bitt. De derde plaats voor het nummer 1 van Hint Beugelswijk. En plek 4 voor Iowa River. En achter Iowa River hebben we dan op de vijfde plaats het nummer 6 van Koen en Klasbak. En de zesde plaats daarachter is voor de 8 Handsome Guy. Paarden ronden de bocht, gaan op weg naar de overkant van de baan. En alle paarden achter elkaar, waarbij de leiding stevig in handen is van paard nummer 3, Kiss and Ride. Kaboom trouwens, de stalgenoot, die wordt in het achterveld ingehouden. En het is Kiss and Ride die leidt. Aan de buitenzijde brengt Danny Brouwer heel brutaal zijn Hint Beugelswijk naar voren. Hint Beugelswijk, vroeger een paard dat je echt tot de laatste centimeter zijn koersen zuinig moest geven. Maar tegenwoordig is hij tot meer in staat. En heel brutaal komt hij aan de buitenzijde zo dadelijk tot schuin naast de koploper. Paard nummer 3, Kiss and Ride. Probeert er misschien met een verrassing aanval, maar Kiss and Ride, hij lijkt er niet warm of koud van te worden. En Bas Krebas is een grootmeester om die paarden op zulke banen op de juiste balans te hebben. En dus brengt Kiss and Ride ze de laatste ronde in. Aan de buitenzijde Hint Beugelswijk. En daarachter dan aan de binnenzijde paard nummer 2. En dat is Cassidy Bitt. Dan Iowa River. Ook die lijkt zich op te maken voor zijn eindsprint. En vanuit de start van het veld gaat ook Koen en Klasbak naar voren. Maar het is nog altijd aan de kop van het veld Kiss and Ride. Paard nummer 3 heeft de aanval kunnen pareren. Heeft een lengte voor. Op de tweede plaats dan aan de binnenzijde Cassidy Bitt. Aan de buitenzijde is het Hint Beugelswijk die heel brutaal aan blijft vallen. En daarachter Niels Jongejans die nog wel wat over lijkt te hebben met zijn Iowa River. Maar ja, die laatste rechte lijn van Engrem is niet al te lang. En het gevaar voor de koploper, en dat ziet Niels van der Tol nu ook, ligt op zijn rug. Cassidy Bitt. En dus houdt hij hem in de fuik. Het is aan de binnenzijde nog altijd die Kiss and Ride. Maar Cassidy Bitt vindt toch zomaar passage. En kan dan de aanval inzetten. Maar het is een kanjer hoor, die Kiss and Ride. Eigenaar voor één dag pakt de poet. En het is Kiss and Ride die wint. Op de tweede plaats hebben we dan Cassidy Bitt. En derde, vermoedelijk paard nummer 1. Dat is Hint Beugelswijk. Maar nogmaals, ik sta niet helemaal recht op de finish. Maar dit is een hele belangrijke hoor. Ook voor Niels in zijn strijd om het kampioenschap.